vragen. Waarom heb je niet zo'n ABN-ding? Zo'n kap eromheen. Waarom is dat? Word ik extra betaald voor nog een intro, denk je? Dan, ja. Want ik word, nou ja, Arnold Schwarzenegger wordt per woord betaald. Word ik dan in ieder geval nog... eigenlijk niks. Vorig jaar zat je mooi die microfoonstandaarden rond te plaatsen. Van de ene plek naar de andere. Oké, we gaan beginnen. Ah, godzijdank, we gaan beginnen. Dames en heren, welkom bij de vierde dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Althans, daar gaan we eens even goed op vooruit blikken. Laten we beginnen met toch wel Nederlands glorie. Botik van de Zandschulp, die speelt tegen een qualifier die er wel heel goed speelt. Jiří Lehecka. Ja, ik denk dat Botik toch wel echt de favoriet is in deze wedstrijd. Leuk om dat ook weer te kunnen zeggen, in ieder geval dat hij de favoriet is. Dan titelverdediger André Rublev. Die speelt tegen Son Wokwon, die ik nog niet heb gezien hier op het Centercourt. Daar zijn we. Ik heb hem ook niet op baan 1 gezien. dus dat wordt spannend. Ja, ik ben benieuwd. Ik moet zeggen, dat is echt letterlijk de enige speler in het hele veld die ik gewoon eigenlijk niet ken. Dus ik ben benieuwd. Leuk. Dus, want hij staat wel rond de 50 van de wereld. Dus echt gewoon een jongen die wat resultaat heeft. Het wordt wel tijd dat we hem op het Centercourt dan een keer te zien krijgen. En dat ik hem ook een keer zie tennissen. Ja. Stefanos Tsitsipas. Heb ik wel zien tennissen. Die hebben ik ook zien spelen. Was wel een moeizaam eerste potje. Die moet even beter spelen, denk ik, om tegen Ivashka. Ja. Maar moest gewoon even inkomen, denk ik. En even wennen aan dat hij weer binnen speelt. Eerste wedstrijd na de Australische Open. En was gewoon een taaie pot voor hem. Dus blij voor hem dat hij heeft gewonnen. Voor hem, maar ook voor ons. En we kunnen nog een dag gaan bekijken. Ja, dan maken we een klein sprongetje naar de eerste avondpartij. Félix Auger-Aliassime tegen de wedstrijd die nu nog hier aan de gang is. Murray tegen Bublik. Auger-Aliassime eerst eventjes. Ja, nou die vroeg zelf om een woensdagstart. Had even wat tijd nodig om... denk even, wilde wat meer trainen, wennen aan de baan. Ik weet niet precies. Had gisteren even gedubbeld. En dat had hij duidelijk nodig. Want hij begon, zelfs nadat hij gedubbeld had en extra getraind, zou ik maar zeggen, eerst set niet heel lekker. Verloor dus de eerste set. Maar kwam langzaam op gang. En op een gegeven moment ging hij echt goed spelen. Je zou kunnen zeggen, hij heeft dus linksom, rechtsom best een zware loting. En die Murray Award, die is zo hongerig. Die staat nu voor het eerst in jaren weer in de top 100. En is natuurlijk een fantastische speler. Ja, en wat voor wedstrijd dat dan gaat worden tegen Félix Auger. Ja. Tot slot, toch wel leuk om nog een Nederlander te kunnen bespreken. Talon Griekspoor, die speelt tegen Marton Fucsovics. De oud-finalist van vorig jaar. Inderdaad. Oud-finalist? Ja, de finalist van vorig jaar. Het is een beetje pleonasme of zo. Zal ik nog een keer doen? Dus dat is de finalist van vorig jaar. Ja. Ja. Aha. En die oud-finalist, ja, dus die van vorig jaar. Ja. Dus, Marton Fucsovics, finalist van vorig jaar. Wie? Fucsovics. Gaan we dat ook nog doen? En Talon? Ja, ja. Ja. Okay. Laatste partij van de dag. En dat zal dus helaas zonder publiek zijn. Ja. Dat heeft Botik ook meegemaakt. Ze hebben eigenlijk nu omgedraaid, want Talon was gisteren de eerste wedstrijd. Ik denk toch ook weer een goede kans. Of weer eigenlijk een goede kans voor Talon. Op zich is Fucsovics wel misschien iets solider speler dan Karatsev. Minder fouten maken, maar ook minder gevaarlijk. Hè. Talon natuurlijk behoorlijk weggeslagen. 6-2, 5-2 tegen Karatsev in de eerste ronde. Mm-hmm. Dat zal hem denk ik nu niet gebeuren. Maar gaat misschien iets minder punten krijgen. Maar ik denk dat Talon daardoor iets meer zijn spel kan spelen. Goed die service gebruiken met die voorhand proberen te domineren. En hij zal wel zelfvertrouwen uitgeput van zo'n... Of geput, niet uitgeput, maar zelfvertrouwen... Hij heeft veel zelfvertrouwen gekregen. Ja, hij heeft veel zelfvertrouwen gekregen. Maar in ieder geval, als je dan zo dik achter staat, 6-2, 5-2, tegen zo'n goede speler, dat je toch derde set tiebreak wint. Ik denk dat, dat Talon toch een klein beetje de favoriet is in deze wedstrijd. De favoriet klein zelfs. Beetje, een klein beetje. Hij is een klein beetje Kijk, de favoriet. Botik voor mij is duidelijk de favoriet. Maar Talon, het is 50-50, maar zeg maar 51-49. En dat is toch ook een klein beetje chauvinisme van de toernooidirecteur. Hè? Ja, en we zijn uitverkocht vanaf vanavond. En dus ook morgenavond. Maar er is toch wel geen publiek, denk ik nu. Dus hij heeft niks aan het Nederlands publiek. Nee. Maar toch, het voelt als zijn eigen woonkamer. Ja. Hoe dan ook, wat er ook gebeurt. Dit is een heel erg mooi affiche voor deze hele dag. Hè? Het ziet er echt goed uit. Heel, heel blij mee. En wat ook zo leuk is, morgen gaat het wheelchair toernooi beginnen. En dat is fantastisch. Ja, absoluut. En dan ga ik kijken, Ivo, naar voor mij de eerste wedstrijd. Tokito Oda, dat is 15-jarig talent, wat nummer 9 van de wereld staat. Volgens mij verheugen wij en hopelijk jullie ook allemaal ontzettend op morgen. Dankjewel. Niet lullen, maar abonneren.